Maar kunt u eens vertellen wat voor rol CBW Mitex speelt in de hele Blijzo-kwestie? CBW Mitex is een van de partijen die in die zin een rol speelt dat wij de stem van de ondernemer vertegenwoordigen. De stem van de ondernemers met specifiek mode, schoenen en sportenwinkels vertegenwoordigen in de binnensteden. En wij zijn CBW Mitex, de brancheorganisatie die Nederland wil wijzen op het feit dat vernieuwing fantastisch is, innovatie fantastisch is, maar wel daar waar het helpt om bestaande dorpskernen en winkelcentra sterker te maken. En daarvan is geen enkele sprake voor wat betreft het plan om Blijzo het outletcentrum in een weiland te plannen langs de snelweg. Het heeft geen enkel versterkend effect op de bestaande binnenstad en sterker nog, het maakt de binnenstad kapot. Ja, want kunt u eens, daar kan kunt u niemand vertellen, voorstander van zijn. Nee. Kunt u eens vertellen wat nou precies de angst is van uw brancheleden? Nou, het is niet zozeer de angst, maar de constatering dat de dorpskern ofwel de binnenstad zal sterven op het moment dat er een magneet gaat ontstaan die alle bezoekers uit de binnenstad wegtrekt. En de provincie Zuid-Holland heeft een onderzoek gedaan naar de belangstelling van de consument voor het outletcentrum. Dat is groot. En dan weet je dus dat je groen licht gaat geven tegen het wegtrekken van de koopstromen uit de binnensteden. Terwijl notabene diezelfde provincie Zuid-Holland uit bestaand koopstromenonderzoek van de afgelopen jaren weet dat er al een afname is van bezoekersaantallen in de winkelstad. En dat heeft op termijn tot gevolg dat er nog meer leegstand ontstaat dan in plaats van nu al sprake is en dat de gemeente zichzelf opzapelt met een enorm leefbaarheidsprobleem wat de DNA van de stad gaat raken. En je kunt je afvragen of een stad voor burger en bezoeker aantrekkelijk blijft als zijn DNA is kwijtgeraakt. Op welke manier zal CBW Mitex haar stem vanavond laten horen? Maar wij zullen de stem van de winkeliers laten horen vanavond. En wij zijn een van de 14 partijen die spreektijd heeft aangevraagd. Oké. Wat verwacht u ervan? Wat hoopt u dat vanavond voorbij gaat komen? Wij hopen en verwachten dat de provincie haar gezonde verstand gebruikt en rechtzet wat vorige week dinsdag is gegeven.